Men mag denken over de complexe problemen van het Midden-Oosten wat men wil. Maar vandaag is er maar één kant om te kiezen. Dat is de kant van Israël. Dat is de kant van de democratie. En dat is de kant van het licht. Tegen de krachten van tirannie. Tegen de krachten van de duisternis. Wij mogen niet ons dagelijks leven laten bepalen door de krachten van de duisternis. Wij mogen in onze stad niet leven in angst. Wij mogen ons leven niet laten onderbreken. Op geen enkel vlak. Antwerpen is een stad met een grote Joodse gemeenschap. Hoe kijken de Joden naar de oorlog tussen Hamas en Israël? Dat willen we weten. Maar heel veel mensen staan ons liever niet te woord. I'd rather not be filmed. Oké, okay, maar mijn Nederlander is niet zo goed. Ik weet niet wat. U weet daar niks van? Nee. Ja. People are very shocked. It was definitely like we still had Sabbath and we had the feast going on. So, you know, nobody really knew what was going on. Het is niet de eerste keer en. Ik zie een oplossing. You always have to see both sides. And the sad truth is that people are getting killed on both sides. Voor sommigen komt de oorlog dichtbij. Bijvoorbeeld omdat twee dochters in het Israëlische leger dienen. Of course I don't sleep. I call them every 1 hour, every 2 hours. I must to make a phone call to see how they are. De Joodse gemeenschap is groot in Antwerpen, maar de mensen met Noord-Afrikaanse roots, moslims, zijn er nog veel talrijker. Ook zij zijn vaak geschrokken van de plotse aanval van Hamas. Personne était au courant de ça et ça nous a vraiment fait mal pour les deux peuples. De Europeanen, de hele wereld verzamelen voor stoppen met oorlogen, stoppen van onschuldige mensen, kinderen, vrouwen, alle oude mensen. Die hebben dat niet gekozen, hè? Maar er zijn er ook die openlijk achter de actie van Hamas staan. De Palestijnen die lijden er al heel lang over, maar daar wordt natuurlijk niks over gezegd. Tot de Palestijnen terug een aanval plegen tegen die terroristen, de echte terroristen. Dan zijn zij natuurlijk uiteindelijk de terroristen en dat wordt niet echt uitgebeeld in de wereld. Het conflict zit diep, het duurt al zo lang. Hoe los je zoiets op? Voor iedereen zal het best opgelost geraken als Palestina niet meer bestaat. Maar uiteindelijk zal Palestina altijd bestaan. Palestina heeft ook heel veel mensen die samen zijn, begrijpt u? En niet zomaar een leger dat wordt ingezet om onschuldige burgers aan te vallen. Dat doet Palestina uiteindelijk niet. Israël wel. You don't have any partner to speak with him. It's sad to say it, but we try. We try and we give a lot of chances. And you don't have partner to speak. Amerika is zo sterk. Europeanen zijn zo sterk. Waarom hadden ze dat niet tegen? There's too much hate. There's a real hate in that. And maybe like especially recently it's becoming more about hate rather than like, you know, okay, maybe this plot of land, it's more about hate these days. So in the near future I don't see it going very well, yeah, at all, unfortunately.